Chris Janssens van het Vlaams Belang zit intussen bij mij. Dag meneer Janssens. Ja, werkloosheidsuitkering na één dag werken in een andere lidstaat. Hier is even gediscussieerd over de manier waarop dit in het Europees Parlement nu gepasseerd is. Zit het eraan te komen als we niet opletten of gaat het over een procedurekwestie waarbij een amendement wordt toegevoegd bij een groter pakket maatregelen? Die discussie wil ik niet opnieuw voeren. Het principe. Eén dag werken in een andere lidstaat en dan een werkloosheidsuitkering kunnen ontvangen. Dat principe kan niet passeren voor uw fractie? Dat kan absoluut niet. En bottom line is, in heel deze discussie, ook al zit ze misschien in een pakket met andere goede maatregelen, dat je in dergelijke pakketten heel vaak goede bedoelingen hebt, maar dat die kwade gevolgen kunnen hebben voor heel wat lidstaten. En in deze zijn het vooral de lidstaten die een goed georganiseerde sociale zekerheid hebben, die het slachtoffer dreigen te worden van wat men gewoon welvaartstoerisme gaat kunnen noemen. En dat de Europeaan gaat zoeken naar de beste sociale zekerheid. Wel inderdaad, die lidstaten van Europa, ja. Denk ik in eerste instantie aan Oost-Europa, waar zelfs de goed betaalde werknemers minder verdienen dan de uitkeringen die in dit land besteed worden aan mensen die zonder job zitten, wel, die gaan natuurlijk wel eens kijken van, hey, kijk eens in België, moet ik niet eens werken om meer te hebben dan ik nu heb. Ja, een aanzuigeffect dat u niet wil creëren. Maar maakt u zich ook niet een beetje te vroeg zorgen, want goed, er moet nu onderhandeld worden met de lidstaten, heeft u zelf gezegd. De partij van de minister van Werk op Vlaams niveau, minister Muiters, ja, die heeft tegengestemd in het Europees Parlement. Minister Muiters is trouwens ook geen voorstander, heeft hij net gezegd. De CD&V, die dan de federale minister van Werk levert, heeft zich onthouden in het Europees Parlement. Dit overleeft de onderhandelingen met de lidstaten toch niet dan? Ja, natuurlijk in alle bescheidenheid. Duitsland is ook tegen, hè? De grootste economie van Europa. We moeten als Vlaming bescheiden zijn. Wij zijn maar een klein element in dat hele grote Europese parlement met meer dan 700 parlementsleden. En ook de lidstaten vanuit Oost-Europa die al aan één zeel durven trekken in deze dossiers. Wij hebben de steun van Duitsland misschien. Die steun zou wel eens door kunnen wegen. En dan vrees ik inderdaad dat het die landen die ervan kunnen profiteren, dat die aan één zeel gaan trekken, terwijl de andere landen die daar het grootste slachtoffer van dreigen te zijn, dat die een verdeelde slagorde te strijden. Dan zit het vast, gebeurt er niks. CD&V heeft zich onthouden in dat Europees Parlement. Als je dit voor je ziet, ook al zit dat in een heel pakket met goede maatregelen, dan moet je dit amenderen, dan moet je dit eruit halen, want dit kan de doodstik zijn voor onze sociale zekerheid. Maar moet je toch niet geloven in onderhandelen? Moet je dat ook geen kans geven? Ik verwijs naar de Bolkestein-richtlijn, de dienstenrichtlijn, die in zijn eerste versie veel verregaander was dan wat het uiteindelijk geworden is. Zorg bijvoorbeeld zit daar niet meer in. Dus het kan, hè? Onderhandelen kan lonen. Ja, u zal ons niet kwalijk nemen dat wij die Europese elite, dat we er niet al te veel vertrouwen in hebben. We hebben ook in het verleden gezien. Het was een illustratie van een onderhandeling die ertoe geleid heeft dat er iets veranderd is. Inderdaad, het gezond verstand heeft in dat dossier gezegevierd, maar we denken dat er heel veel andere dossiers zijn. Ik heb onder meer verwezen naar het Marrakesh-pact, waar de Europese elite beslissingen neemt boven de hoofden van de mensen, zonder rekening te houden met wat het volk zegt. Ja, en ook in deze vrees ik. Dat is VN, dat is niet Europa. Dat is uiteraard de Verenigde Naties, maar we zien in de Europese Unie met een Europese Commissie die niet eens democratisch aangesteld is, dat er ook heel veel beslissingen genomen worden boven de hoofden van de mensen heen. Dus ik heb heel weinig vertrouwen in het gezond verstand van die EU-elite. Ja, nu, los daarvan, u zei daarnet, er zitten ook een aantal goede zaken in. Strijd tegen sociale dumping bijvoorbeeld is hier ook aangehaald. Sociale zekerheid voor grensarbeiders. Beter regelen, moet dat dan maar in aparte verordeningen geregeld worden, los van de discussie over de werkloosheidsuitkering? Well, dit zijn heel gevoelige thema's die voor heel veel mensen en heel veel landen heel veel directe gevolgen hebben. Ik ben zelf Limburger, veel Limburgers werken over de grens. Ja, inderdaad, maar er zijn inderdaad een aantal goede maatregelen, maar ik vind dat je dergelijke pakketten, dat je het niet allemaal op één hoop moet gooien. Haal de dingen er apart uit, zodat je ook kan zeggen, dat is goed, dat is niet goed. En onderhandelen apart over aparte dossiers. Onderhandelen apart over elk thema, maar om nu te zeggen, dit is de tekst, die is te nemen of te laten en die gaan we in één pakket ofwel goedkeuren ofwel afkeuren. Nee. Ik vind dat een heel vreemde en niet slechte manier aan elkaar van werken. Koppelen. Haal de goede dingen waarvan je denkt, hier is consensus over binnen de lidstaten. Haal die eruit en haal de anderen waarover heel wat verdeeldheid gaat zijn, omdat de ene bevoordeeld wordt, de andere benadeeld wordt. Haal die eruit, discussieer erover, onderhandel daarover tot je een consensus hebt. Dat is heel duidelijk. Nu, de N-VA nodigt andere partijen uit om een resolutie te ondertekenen om aan te tonen van, hier zijn we het niet mee eens. Gaat u die tekenen?
met uw fractie? Wel, ik heb die resolutie nog niet gezien. De N-VA heeft niet de gewoonte om ons te nodigen, ondanks dat ze de Groenen en de Socialisten heel vaak zou tekenen? Meenemen. Wel, ik zal de tekst, als die kritisch is, als die zegt wij zijn tegen dit welvaartstoerisme, wij zijn tegen deze afbraak van onze sociale zekerheid voor onze eigen mensen ten voordele van EU-buitenlanders, dan gaan wij dat zeker steunen. Wij hebben altijd de gewoonte om teksten op hun merites te beoordelen, los van de indiener of de partij die het initiatief heeft genomen. Oké, dat is duidelijk. Bedankt, Chris Janssens van het Vlaams Belang. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Hier zijn in de loop van de namiddag nog een aantal andere vragen gesteld. Onder meer over het stijgend aantal kinderen dat wacht op een pleeggezin. De vragen ook over, vragen over de toenemende lintbebouwing. Die kan u vanaf zaterdag 6 uur in de namiddag bekijken op deze zender. Tot dan. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.